2012 is waarschijnlijk nog iets te vroeg, maar 2016 wil ik inderdaad voor gaan. De laatste training voor het wereldjeugdkampioenschap verloopt ontspannen. Hilbink is echter wel reëel over zijn kansen daar. Ik weet dat het heel moeilijk zal worden. Ik heb afgelopen week ook een interview gehad over de radio. En daar heb ik gezegd dat ik wil proberen de kwartfinale te halen. Het zal echt heel moeilijk worden. Alles zal moeten meezitten. De loting, hoe ik me voel, de airco in de hal. Dat is allemaal randzaken die meegespelen, maar ik ga voor de kwartfinale. Hij traint onder toeziend oog van bondscoach Gerben Bruistens. De bondscoach, die zelf aan de Nederlandse top stond, is tevreden over Hilbink. Maar beseft ook dat het WK een lastige opgave is. Hij zal niet geplaatst worden, schat ik in, op het WK. Dus voor hetzelfde geld treft hij meteen de wereldkampioen van vorig jaar, nummer 1 van China. Dan denk ik dat het snel afgelopen is. Maar goed, met een beetje gunstige loting, er zullen er denk ik 128 meedoen. Ik denk als hij een derde ronde kan halen, dan denk ik dat Jordi het heel goed doet. Dat Jordi naar het WJK gaat, wordt pas laat duidelijk. De bond had maar een beperkt budget voor de lange reis naar Azië, waardoor hij buiten de selectie viel. De voorkeur werd aan de dubbelaars gegeven en Jordi zou thuis blijven. Maar hij kwam zelf met een oplossing. Ja, de bond zat heel erg krap bij kas. Gelukkig heeft hem en zijn Langeland installatiebureau Electro heeft mij weten sponsoren dat ik toch nog heen kan naar het WJK. Waar ik uiteraard heel erg blij mee ben, echt. Echt gewoon ideaal. Ik ga gewoon met alle spelers heen. Ik verblijf daar. Ik doe de vlucht allemaal samen met hen. Alleen gelukkig heeft de sponsor van mij kunnen regelen dat ik nog heen kan. Ja, dat is ook wat ik begrepen heb. Hij was niet geselecteerd. Er waren maar 5 geselecteerd. Die overige 5 zijn wel mensen die op het EJK hele hoge ogen gooien. Onder andere hebben die goud gehaald met de gemeen dubbel. Dus die mensen zijn ook echt kans hebben voor eventuele medaille op de WJK. Jordi heeft het daar minder goed gedaan op de EJK. Wel goed gespeeld, maar resultaten waren niet. Hij kwam niet ver in het toernooi, laat ik het zo zeggen. Dat betekent dat misschien dat meegespeeld heeft om hem niet te selecteren. Want het is gewoon op dit moment kom maar ik wel. Financieel gezien bij de Badmintonbond. Hilbink had na zijn succes in 2005 een terugslag. Hij kreeg last van diverse blessures. Ondanks die blessures vindt coach Bruisens dat Jordi progressie heeft geboekt. Nou, ik ben de afgelopen 2 jaar ben ik zelf in Noorwegen geweest. Dus over dat stuk kan ik vrij weinig zeggen. Daarvoor ben ik bondscoach Jong Oranje geweest. Dan heb ik hem in mijn groep gehad. Ik vond dat het toen een hele grote progressie gaande was bij Jordi. Toen ik hem weer zag, eigenlijk sinds hij terug ben uit Noorwegen, vond dat die lijn absoluut is doorgezet. En denk ik dat Jordi gewoon een goede kans heeft om bij de senior ook een stap te gaan maken. Maar nogmaals, die weg is wel lang en die is ook vrij hard, moet ik zeggen. Zoals de meeste mensen weten, in het badmintonleventje heb ik een grote blessure gehad aan mijn pols. Ik ben geopereerd. Ik ben ongeveer 1,5 jaar uit geweest. Ja, de hele tijd een beetje trainen en niet trainen. Dus ik zat elke keer met die blessure. Maar de laatste 2 jaar gaat gewoon weer heel erg goed. Ja, ik ben weer in vorm aan het komen. Afgelopen Europese jeugdkampioenschap heb ik heel lekker gespeeld. Tegen de Europese jeugdkampioen heb ik net verloren. Dus het gaat weer de goede kant op, gelukkig. Merk je dat je ook een stap hebt gemist, doordat je eruit bent geweest, dat je een stap hebt gemist met de andere toppers? Nee, dat niet zozeer. Ik heb een blessure aan mijn pols gehad, maar ik ben wel elke dag gewoon consequent op de baan geweest trainen. Ik heb altijd voetenwerk gedaan, ik heb mijn snelheid, kon ik gewoon altijd doen. Ik heb hard gelopen buiten op de sintelbaan, Ja, in dat opzicht heb ik helemaal niks gemist. Het toernooi in Maleisië is zijn laatste als jeugdspeler. En dan moet blijken of Jordi goed genoeg is voor de senioren. Komende week vertrekt Jordi naar de WJK in Maleisië. Daar zal blijken wat hij internationaal op een mondiaal niveau kan doen. Daarna zal hij senior worden. Goed, dan begint het weer van vooraf aan natuurlijk. Er zijn een aantal mensen die boven hem staan in het Nederlands team. En ook in de wereld. Dus dat zal even afwachten hoe zich dat ontwikkelt. Ja, met aansluiting tot de senioren is het gewoon wel heel moeilijk. Die stap is nog van junior naar senior is gewoon heel erg groot. Dus ja,
we zullen die stap gewoon echt met z'n allen moeten maken en gewoon keihard moeten werken. Hoe lang duurt die overstap totdat je weer echt aansluiting hebt bij die senioren dan? Ja, in principe, hier zijn jongens van 22, 23 die wel oké kunnen meekomen. In principe, zeg maar, bij je 25ste of zo, dan ben je gewoon goed senior, zeg maar.